Yes. Uitslaggevend. 17 december vandaag. Nou, 2000 abonnees, daar zijn we helaas niet in de buurt gekomen. Maar ik heb in ieder geval wel iets van weergave. 19 reacties, waarvan ik er heel veel ook zelf ben. Maar ja, dat komt verder wel goed. Ik wil in ieder geval eerst nogal vooral bedanken voor het kijken naar mijn video's. Ja, een paar video's kijken. Niet gekomen zijn geladen, 18 unieke deelnemers. En deze. Winnaar, Ron Gros. Wel grappig. Dat is een bekende van mij die deelneemt. Nou, zijn adres heb ik al, of die kan het eventueel opkomen halen. Dus dat is in dat geval heel makkelijk. Maar ja, in principe iedereen die meedoet met YouTube en geabonneerd is, die maakt exact dezelfde kans. Zijn toevallig dat dan een bekende van mij is. Ja, normaal zou ik nog zeggen, ja, zorg dat je binnen 24 uur reactie achterlaat. Anders gaat het naar de volgende toe. Maar ja, deze persoon weet, kijk, zijn adres al van. Het is eigenlijk heel makkelijk. Ik had de sticker nog klaargelegd voor. Ja, daar moet je dan de gegevens naar sturen. Wordt opgestuurd naar jou. Nou, in dit geval ja, makkelijker. Ja, spullen komen jouw kant uit. Ik wil danken. Ja, en vooral ja, het belangrijkste is: kijk mijn kanaal. Deel mijn kanaal. Kijk een keer naar de nieuwe filmpjes die online komen. Dat is vooral voor mij het belangrijkste. Kijk. Filmpjes die online zijn, wordt op zich redelijk bekeken. En ja, dat mag op zich nog wel hoger. Dus ja, dit is voor mij vooral het belangrijkste. De filmpjes. Trouwens, die Poolse Zebra-mens, voor mensen die daar allemaal vragen over hebben, ik heb gewoon toestemming. Eigenlijk alle re-uploads die ik doe, ik heb gewoon toestemming van alle eigenaren. Ik ga niet zomaar iets rippen of kopiëren. Ik heb gewoon zelf een archief opgebouwd door de jaren. Alle video's die ik leuk vind, of in ieder geval een heel aantal video's die ik leuk vind, heb ik gedownload. Ja, dat is in mij eigenlijk, ja, in het geval van mocht soort van YouTube afgegaan. Ja, Poolse Zebra was een van de eerste die van YouTube afging. En toen ben ik ook van Koetje en heel veel andere mensen de video's gaan opslaan en downloaden. Ja, en eigenlijk, ja, daar heb ik een beetje een archiefje voor mezelf opgebouwd. En ja, in de archief staan heel veel video's die ik dan ook kan uploaden met toestemming. Dus eigenlijk, dat is een beetje wat ik aankom. Maar vooral mijn eigen video's, ja, dat is het belangrijkste. Maar ik wil in ieder geval danken, die kijkuren. 6043 uur, dat deelt naar dagen is gewoon best wel veel. Ik ben vooral gewoon heel dankbaar voor iedereen die kijkt. En ja, bedankt. En ja, Ron, contact met mij opnemen. Komt helemaal goed.